Ja, dank u wel. Lid Parmisser nog, dan gaan we terug naar de spreker. Ja. Voorzitter, bedankt. Tegen deze achtergrond heb ik informatieve vragen aan de regering ook gesteld. En daarbij kan ik me herinneren dat A, monetaire autoriteiten zoals Nieuwijlen, Telting en anderen gewaarschuwd hadden. En desondanks de vorige regering toch vrijgaande afspraken had gemaakt om dit door te voeren. Dus ik wil de stand van zaken weten van de regering. Ja, wat daarvan precies, hoe dat precies in elkaar zat, voorzitter. Dank u wel, lid Fischenwerk. Lid Fischenwerk, het woord. Dank u, voorzitter. Het geachte lid Parmisser heeft al gedeeltelijk antwoord gegeven op de vraag van het lid Ratipaal. En ik vraag via u aan de regering om uitvoerig hierop in te gaan. Wat ik wel kan zeggen is dat zowel nationale als internationale autoriteiten, monetaire autoriteiten, zoals de Wereldbank, IMF, wat hebben we nog meer? Hier lokaal hebben wij de IDB, lokaal hebben wij onze moederbank, de president of de governor van de centrale bank destijds, de heer Telting. Onlangs nog heeft de Vereniging van Economisten en ook nog de huidige president van de centrale bank gewaarschuwd, voorzitter, om VISO 2 niet uit te voeren, voorzitter. En toch heeft de frontregering, voorzitter, in haar demissionaire periode, nota bene, groen licht gegeven aan de uitvoering van VISO 2. Voorzitter, en dat is wat mij hindert, toch? Je zoet af aan, ja. Dat je gewoon in het publiek. Ja. Voorzitter. Deze soorten afwaaien, dat je meer bij voor blus afwaaien. Sabi? Voorzitter. Ik had het over sectoren, potentiële groeisectoren die een goede tijd hebben doorgemaakt, die door het optreden van de vorige regering sterk zijn achteruit gegaan. Ik heb al genoemd de visserijsector, de agrarische sector. En de heer Parmisser heeft het al in zijn betoog gezegd dat wij voorheen groente, fruit exporteerden, maar dat we tegenwoordig zelfs groente, waaronder tomaat, paprika, importeren, voorzitter. Dat kan toch niet als agrarisch land. De pluimveesector, voorzitter. De melkveesector. Voorzitter, kortom, door toedoen van de regering Venetiaan Sarjo heeft deze huidige regering een lege kas aangetroffen. En hoe kan dan de regering te werk gaan, voorzitter? De regering wilde geld gaan lenen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Wilde deze regering geld gaan lenen. En wat bleek? Dat de vorige regering het leningenplafond had overschreden. Voorzitter, zo'n booby trap. Dus de regering, Bouterse Amirali, treft een lege kas aan. En ze denkt, weet je wat, dan gaan we lenen. En wat blijkt, voorzitter, na onderzoek blijkt en na rapportage blijkt, dat de vorige regering het leningenplafond heeft overschreden. En Isabi, voorzitter, sa'a wet etaki.
dat als je overschrijdt alleen een plafond, dat straf je in een tapo. We straffen voor maximaal 10 jaar. En we gevangenisstraf voor maximaal, en wat boete, wat geldboete, voor maximaal, om in de 2 miljoen SRD. Voorzitter, in Abi Dekati, in Boban Deki, ik wil niet zeggen een olifantenhuid, voorzitter, maar in Abi Wan Bobaf Wan Bofru, voorzitter, ik kan doen als aan die. Voorzitter, dus toen de regering zag dat ze niet kon lenen, omdat het leningenplafond is overschreden, toen wilde de regering voorschotten gaan halen bij de grote bedrijven, voorzitter. En wat bleek? Dat de regering van Isian Sarjo al de voorschotten reeds had opgenomen. Weer een booby trap, voorzitter. Alla principe moni bedefteki. A vorige regering gebruik amoni. Tek amoni en gebruik amoni. En if de gebruik amoni, ja productie, dan met akaboom. Voorzitter. Dan met akaboom. If je kan gebruik amoni. If je gebruik amoni, ja productie. If je gebruik aan money voor verhoog aan verdiencapaciteit van volk DC, dan moet ik gebruik aan money boom. Voorzitter, maar voor zanden aan money gebruik. Let fish nu dat. Met alle respect voor alle talen die we hebben. We kunnen niet voortgezet door praten in een andere taal dan de officiële, want anders krijg ik precedenten. Dus terugkomen, ja, we mogen de andere talen praten. We weten dat de regel in het parlement is, een 2-3 zinnen en terugkomen. Maar anders krijg ik problemen als andere mensen andere talen willen praten. Dus ik verzoek u om even terug te keren alvast naar het Nederlands. En dan heb ik daar gehad lid Kastelen, lid Chin. Gayadin, lid Kastelen, lid Chin en lid Gayadin, lid Kastelen. Bedankt, voorzitter. Begrijpen is de laatste spreker voor vanmiddag, dus hij is een beetje moe. De dag heeft veel van ons gevergd en de een kan wat meer hebben dan de andere. Maar voorzitter, als we hier een betoog houden waarbij de bedoeling is om de regering te scrutinizen over dingen die ze hebben gedaan, die waarschijnlijk misschien goed bedoeld in hun ogen, maar die enorm negatief ingrijpen in het leven van alle dag van de burgers. Daar heb je geen bovroeboeba, voorzitter, maar heb je een asauboeba om hier te komen staan en maar dingen te komen te doen alsof dingen van het verleden zo geweldig niet goed waren. We hebben hier een schuldenplafond behandeld, uitgebreid gedebatteerd, ruimte gecreëerd voor de regering om de begroting te dekken. We hebben daarna zijn we hier gekomen en we zijn bezig te bespreken het vraagstuk van eigenlijk structurele verandering van ons macro-economisch en financieel bestel. En ik zit ook al uren hier en ik kan nog die bijdrage niet volgen die ons moet leiden naar een situatie van verbetering. Die mensen van alle dag, de mensen waar meneer Pankaat over heeft gehad, de mensen waar andere mensen aan de meneer Breveld het over heeft gehad. Die mensen zitten daar, voorzitter, en we vragen de spreker om te gaan naar de behandeling waarvoor we hier zijn. We zijn hier niet voor schuldenplafond. En de zaken die hij zegt met betrekking tot de financiële en economische ontwikkeling van ons land, die zijn totaal onjuist. Zijn verkeerd en we verwijzen naar documentatie van het planbureau, we verwijzen naar documentatie van de centrale bank, artikel 4 missie van IMF. We verwijzen naar een conferentie welke nu gaande is in Barbados, waar er wordt gesproken over de effecten van de wereldcrisis in de hele wereld. En men zegt, Suriname is een van de landen die de afgelopen periode het goed gedaan heeft.
heeft de economische groei gehad van 1,3%, terwijl alle anderen achteruit zijn gegaan. Een van de beste van het Caribisch gebied samen met Guyana. Als wij onze eigen inspanningen... Lid Kastelen, kunt u afronden? Ja, voorzitter. Het zijn geen inspanningen van president Venetiaan toen, of vicepresident Sardou of zijn ministersteam. Het zijn inspanningen ook van u, voorzitter. Toen u in het parlement hier zat, zoals wij nu in de oppositie, en u vragen stelde en u vroeg dat die regering een bepaald beleid voerde. Het zijn inspanningen van leden die daar zitten aan de zijde van de coalitie, die toen ook oppositie waren. Maar meer nog zijn het inspanningen van onze eigen producenten. Waarop men kritiek had dat we geen kleine wasserijbedrijven willen hebben, want dat ziet men niet als productie. Ja, de dienstensector die is toegenomen, het waren hun inspanningen. Ja. De mensen die zelf ja, hier Kastelen. In het modder, voorzitter, bezig ja, waren. Maar, en die mensen die hier toen alsof we hoort. Niks hebben gedaan als voor de afgelopen 10 jaar. Dank u wel, voorzitter. Lidje Natsoy, ik verzoek u om hier redevoering te houden, maar kort uw opmerking te plaatsen. Voorzitter, ik had al lang om het woord gevraagd. Dank u wel. Ik heb het uiteindelijk wel gehad. Ik wilde eigenlijk opmerken dat meneer Vishnu dat buiten de orde bezig was. Hij was niet bezig met het agendapunt. En ik ondersteun volledig wat heer het lid Kastelen net naar voren heeft gebracht. En om niet lang door te praten, wil ik u vragen dat meneer Vishnu dat geen onwaarheden vertelt, maar met bewijzen komt. Dank u wel. Ja, ik heb natuurlijk niet in de hand wat Lid Vishnu dat zegt, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Maar ik heb wel in de hand dat hij niet buiten de orde is en hij is bezig natuurlijk op zijn eigen wezen de economische situatie te bespreken. Toen hij dat niet deed, heb ik hem tot de orde geroepen. Toen andere lieden dat niet deed, heb ik ze tot de orde geroepen. En ik ga nu op dit moment Lid Vishnu dat vragen hoe lang u nog nodig heeft. Omdat ik binnen de komende vijf minuten, zeg kwart over uiterlijk, ga ik de vergadering verdagen. Conform de afspraak, we zijn al over 6. Ik heb nog, heeft Lid Gayadin nog behoefte? Lid Gayadin. Bedankt, voorzitter. Ik zal niet herhalen wat het geachte lid Kastelen net naar voren heeft gebracht. Maar de geachte spreker, Visnoedat, houdt zich bezig met zaken die vaker in de gemeenschap aangegeven worden. En als verantwoordelijke zou ik de heer Visnoedat vragen om na te laten om met dit soort praatjes in het parlement te komen. Er wordt vaker aangegeven dat de regering voorschotten van bedrijven, van instanties heeft genomen om zaken uit te voeren. Laat de heer Vishnu dat met bewijzen komen. Hou je niet bezig, hou het niveau van dit parlement hoog. Ik ja, dank u, dank u. Lid Vishnu dat, u gaat afronden, zegt u. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb de verschillende bijdragen gehoord. Voor wat betreft de bijdrage van de heer Kastelen, dat zijn regering zo geweldig gepresteerd heeft, dan is het toch wel zielig om hem daar in de oppositiebanken te zien zitten, voorzitter. Echt wel. Voorzitter. Ja, lid Vishnu, dat laten we niet elkaar bespreken. Ja, kunt u doorgaan? Voorzitter. De regering wil de lenen kon niet, wil de voorschotten kon niet. De regering wil geen geld gaan lenen op de buitenlandse markt, want dat is niet zonder risico. Dat heeft de minister van Financiën, de huidige minister van Financiën, ons goed uitgelegd. De regering wil ook niet monetair gaan financieren, omdat daardoor de waarde van de Surinaamse munt gaat afnemen en daarmee de koopkracht van onze burgers. Voorzitter, er zijn allerlei mogelijkheden. De regering kiest er niet voor om monetair te gaan financieren, voorzitter. Om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dat want takkie, een regering die is nog wel druk money, voorzitter.